Mooi, want ik ben eigenlijk even lichtelijk jaloers op Tim. Dit vind ik eigenlijk ook nog best wel een beetje moeilijk om op beeld te vertellen. Kitty heeft nog nooit op de mountainbike gezeten. Nee, ik vind het wel van. Maar ik vind het een beetje spannend, dus ik kijk wel even. Elke maandag om 4 uur een nieuwe vlog van Avondwiels Online. Op de hoogte blijven? Abonneer dan even en druk op het notificatiebelletje. Dan ben je gelijk up-to-date als er een nieuwe video van mij online komt. Goedemorgen, 3 mei. We gaan een fietstochtje maken naar Den Helder. Ongeveer 16 kilometer heen. Klein parcoursje. En weer 16 kilometer terug. Het is nog vroeg. Het is licht regenachtig. Maar we gaan er wat moois van maken. Even genieten. Broodjes komen eraan, zie ik. Hoppakee. Vezelbroodjes, lekker. In Den Helder. Motorbike parcours hier is ongeveer 5 kilometer, las ik op mtbroeks.nl. Ja, wel bekende bordje. We gaan hem even rijden. Echt, als je hier in de buurt bent, dan is het onwijs leuk met een parcours. Of als je hier aan woont. Leuk om mee te nemen in je training. Naadje? Ik kan niet met volle mond praten. Ik hoor naar de camping. Vette tegenwind! Even het strand zien. Laatste 5 kilometer terug. Tegenwind. Maar. Tegen zulke trainingen, geen probleem. Dag strand! Op naar de camping. Zijn we terug. De camping. Hey Maarten! Arriwari. Straks even douchen. Eerst even een broodje eten. Ik keek net op een Garmin, mooie rit van ongeveer 45 kilometer. De tulpenvelden waren prachtig. Even de zee aangetikt. Snel een broodje erin en dan even koffie bij Tim. Jongens? Ah, goeiedag, hallo. Ik heb Tim mee. Goeietje. Tim, wie ben jij? Vertel. Ik ben Tim. Ja, Tim, wat doe jij zoal? Ja, ik doe van alles. Van alles en nog wat. Ja, dat is mijn slogan. ik hou bij, ik ben vader. Ik ben fysiotherapeut. Doe bikefittingswerk. Hoe heet je bedrijf? Tim Koek. Nou, that's me. Bikefitter en fysiotherapeut. Ja, en nou heel mooi, want ik ben eigenlijk even lichtelijk jaloers op Tim. Ja, er staat hier wat. Stoppen. Zij heeft de mok, daar ben ik dan jaloers op. Ja, ik heb de mok. Maar ik heb de fiets. Maar Tim heeft de fiets. Hey Tim, vertel eens even wat over de fiets. URS van BMC. Careful bike. Fiets die alles kan. Ja, echt hè. Dus, weinig ruimte in de schuur, een URS en je bent klaar. Ja. Je kan mountainbiken, je kan op de weg hard. En ook gewoon echt gewoon top of the bill hè, echt serieus. Elektronisch geschakeld deze. Oh kijk, en wat Aap nog even voorzien heb. All in the details. Ja, all in the details. Daar ben ik gek van. Wij gaan nog een keer greffelen hè. We gaan nog een keer greffelen, daar is die voor. Hij is nog niet gebruikt, dus ik roep wel hoe fantastisch hij is, maar ik moet het nog zelf ervaren. Ja. Maar dat gaat gebeuren. Ja. Dus, follow Aaf. Stay tuned. Goedemorgen. 6 mei. Nog even een naakte Aaf.
Zo even in die grimage. Ik heb straks een fotoshoot. Vet tof. Voor onder andere mijn profielfoto op Facebook en Instagram. Want het is nu nog een hele winterse foto. En gelukkig is het weer goed. Het zonnetje schijnt. Wat mooie wolkjes. Het moet helemaal goed komen. En ik ga jullie meenemen. Maar eerst even de grimage erop. Zo, klaar. Fietsjes erop. We gaan richting Schorrel. Gaan we dan richting Schorrel. Fotoshoot. Ik vind het spannend. Natuurlijk ben ik wel eens op de foto geweest, op een familiefoto. Waar ik er een van de 100 was. Maar vandaag draait het op mij. En op de fiets. En ik moet eerlijk toegeven, ik ben eigenlijk al een beetje zenuwachtig. Positief gespannen. Maar ik vind het echt heel leuk. Ik weet dat ik hele mooie foto's ervoor terugkrijg. En waarom ik dat dan doe, hè? Waarom heb ik die foto's dan nodig? Nou ja, sowieso, mijn profielfoto is nog steeds een winterfoto, dus daar moet wat aan veranderd worden. Maar met Avon wil ze ook wel wat uitdragen. Die onzekerheden, daar moet ik zelf ook een beetje van af. Ik hoop ik meiden die misschien met hetzelfde kamp mee te inspireren. Met name, bewegen is gezond voor lichaam en geest. En die komt wel ergens vandaan. Dit vind ik eigenlijk ook nog best wel een beetje moeilijk om op beeld te vertellen. Ik heb een tijdje overspannen thuis gezeten. Daar schaamde ik me in eerste instantie ook heel erg voor. Wie had dat ooit gedacht? Aaf thuis zitten. Keiharde werken. Maar ik kwam altijd mijn bed uit voor fietsen. Bewegen is gezond. En gezond voor lichaam, maar ook zeker voor je geest. Ik merkte op de dagen dat ik niet gesport had, dat ik zelfs wel licht depressief was. En ik weet nog wel heel goed dat ik tegen een bedrijfsarts zei, ze gaan me niet het fietsen afnemen, want als ze dat doen, dan wil ik mijn bed niet meer uit. Nou, gelukkig is dat niet gebeurd. Ik mocht tijdens mijn ziekteperiode fietsen. Ik schaamde me er indirect ook nog voor, want ik ben ziek, maar je fietst wel. Hoe kan dat dan? Maar voor mij was het ontspannen en genieten. En even weg van thuis en van de sleur en alles. En ik weet gewoon, bewegen is gezond. Ik heb jaren gewoon lekker gesport. Met mijn kinderen heb ik mezelf iets kwijtgeraakt. Word je iets steviger. Maar uiteindelijk weer het sporten opgepakt. Op de racefiets, op de mountainbike. Ik wil meegeven dat als je je mindset wat meer zet op ontspannen, genieten, avontuur. Dat je sporten veel langer volhoudt. Het gaat niet direct om presteren. Het gaat om genieten. En als je vanuit die mindset je ommetje doet, worden die ommetjes vanzelf groter. Zo ging het bij mij ook. Verander je mindset van prestatiegericht fietsen naar plezier en avontuur. Dan hou je dat langst vol en dan kom je in beweging. En voor mij, mijn angsten, onzekerheid, turn fear into fuel. Dat is hem. Dus, geïnspireerd worden, tenminste dat hoop ik te kunnen doen. Moet je me volgen? Hallo! Hallo! Ik sta hier met Quinty. En Quinty die gaat mij op de foto zetten. Camera is mee. Ik moet eraan gaan geloven. Ja, Quinty heeft nog nooit op de mountainbike gezeten. Nee, dus dit wordt wat. Dit wordt gewoon voor mij de hartstikke veel fun. Ja. Het houdt nog wat, zo'n shoot. Moet me even omkleden. Die staat beneden klaar. We worden straks een actiefoto naar beneden. Dus, Tassie, kleding, wat trekken we aan? Lachen toch? Volgens mij worden het onwijs mooie foto's. Ik heb het lange haar. Zo, wat flats. Ik vlog, maar ik word ook op de foto gezet. Dus ik moet nog even zo blijven zitten, zeker hè? Ja. Ja. Moet ik lachen? Boos kijken? Moet ik doen zoals ik normaal doe? Lachen naar mijn mobiel. Ik ga toch jou even heel snel in beeld nemen hoor. Waar ben je? Nou, zo dus. It's a wrap. Ze staan erop de foto's. En als je gewoon 100% jezelf bent, dan gaat het eigenlijk hartstikke makkelijk. Quinty heeft me goed door het proces heen geloodst. Ik weet zeker dat het hele mooie foto's worden. Ik heb al een quick look gedaan. Echt tof.
Hou de Facebook en Instagram in de gaten. Ze komen vanzelf langs. Alleen ik heb wel heel weinig gefietst vandaag. Want ik zag op de teller 6 of 7 kilometer. En ik heb nog wat onrust in mijn lijf. Dus ik denk dat ik vanavond toch nog even moet crossen. Misschien even op het racefietsje rondom Callenshoog. Een stukje wandelen. Helpt ook altijd goed. Maar van vandaag... super blij! Moederdag, 9 mei. En ik wilde op het fietsje stappen. Het is ontzettend mooi weer. Ik heb buiten kunnen eten vanmorgen. Maar er hangt een dreigende lucht. En er is een code geel afgegeven voor onweer. En als Aaf ergens bang voor is... en mijn zoon staat op de achtergrond te knikken... ja, dan is het al onweer. Dus ja... ga trouwens niet op deze fiets hoor. Op de mountainbike. Richting Schorrel. Gaan we weer. Op naar Schorrel. Woehoe! Dit is niet mijn meest favoriete rit. Het regent. Dat is nog niet zo erg. Maar het onweert. Ik ben net aangekomen bij het parcours. Ik denk dat ik hem even een stukje afsnij. Want ik moet fietsen. Maar ik vind het een beetje spannend. Dus ik denk... kijk wel even. We gaan het toch doen. 25 kilometer op de teller. Rondje Schorrel. En dan terug naar de camping. Let's go. Op tijd wat eten. Nou, bijzonder weer vandaag, want uiteindelijk heb ik een hartstikke lekker rondje gereden hè? En de zon scheen. Bidonnetje bijgevuld, kopje koffie, koekje verdiend. En dan gaan we terug richting Schorrel. We gaan terug richting de camping, kan ons ook. Terug naar de camping! Korte stop. De Hondsbos en Zee weer in. Dus petten en kamperduin in. Het is zo mooi. In de rook. Maar kijk. Mooie afsluiting van moederdag, toch? Ruim 60 kilometer gefietst. Dus topdagje.